Dag dames en heren, welkom bij De Kenners. Mijn gasten vandaag zetten 14 jaar geleden haar eerste stappen in de politiek met de oprichting van een Brusselse afdeling van Jong VLD. Bij de regionale verkiezingen een jaar later werd ze de jongst verkozen van het Brussels hoofdstedelijk parlement en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze schepen in de stad Brussel. Ze is mama van 4 kinderen en ze heeft naar eigen zeggen het slaap-DNA van een nachtdier. Welkom, Els Ampe. Gelukkig heb jij niet veel slaap nodig, want je hebt de tijd gevonden om jouw eerste boek te schrijven, dit boek. Aylan's geheim. Wie is Aylan en wat is zijn geheim? Wel, Aylan is een jongen die opgroeit in Syrië. En hij heeft daar zijn school, zijn familie, hij groeit daarop. En op een gegeven dag, eerder toevallig, ontdekt hij het geheim van zijn vader. En later voert hem dat naar België. Ja. En dan zie je België door zijn bril. En ook door de bril van een professor politieke filosofie die zijn pad kruist. Mm-hmm. Er ontstaat ook een hele liefdesaffaire. Ik zal nog niet zeggen met wie mm-hmm. en met wie niet. Ja. Maar dan krijgt hij ook een geheim zelf. En het is aan de lezer om natuurlijk dat geheim te ontdekken. Ja. Van politici verwachten we een boek over politiek. Maar jij gaat gewoon voor een roman. Waarom een roman? Ja, ik vind het mooier om een verhaal te vertellen over iemand en om via die persoon de wereld te bekijken. Mm-hmm. En dat kan ook een ander licht werpen op ideeën die je hebt of op inzichten die je hebt. En ik vind het ook spannender en leuker om te doen dan een non-fictieboek te schrijven. Het is natuurlijk meer inspanning, maar ik heb er wel van genoten omdat ik ook heel veel geleerd heb met dat te doen. Ja. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Want ja, veel tijd heb je niet, hè, als politica. Nee, ik heb er 3 jaar aan gewerkt. Natuurlijk niet elke dag, omdat dat niet elke dag kan. Ik heb dat voornamelijk 's nachts gedaan. Vandaar het DNA van een nachtdier. Ja. Mm-hmm. Ook af en toe de zondag, maar dat is wel wat moeilijk of belastend voor de familie. Maar ja, ik droomde daar al wat langer van om ooit een verhaal te schrijven, een roman te schrijven. En ik ben blij dat het mij gelukt is, natuurlijk. Ja. En ga je nog tijd maken om nog één te schrijven? Ja, want ik heb eigenlijk al min of meer een vervolgverhaal in gedachten. Mm-hmm. Ja.